Spijsvertering. Wat is dat, spijsvertering? Nou, dat is hoe je lichaam de voedingsstoffen uit je eten en drinken haalt. Kijk je mee hoe je lichaam dat doet? We volgen deze boterham. Het begint natuurlijk in je mond, met goed kouwen. Dat is stap 1. De boterham wordt kleiner en wordt vermengd met je speeksel. Daardoor kun je hem goed doorslikken. Stap 2. Na het slikken komt de boterham in je slokdarm. De slokdarm brengt hem van je mond naar je maag. Een sluitspiertje zorgt ervoor dat het eten niet weer terug omhoog komt. Stap 3. Spieren aan de buitenkant van je maag kneden maagsap door de boterhammenbrei. Het maagsap helpt bij het verteren, door de boterham af te breken tot nog kleinere stukjes. Ook doodt het zure sap de bacteriën. Stap 4. De brei gaat door naar het eerste stukje van je dunne darm. De twaalfvingerige darm. Hier wordt het verteringssap uit je alvleesklier en gal uit je galblaas toegevoegd. Gal wordt gemaakt door je lever. Terwijl de brei verder wordt voortgestuwd door je dunne darm, neemt de darmwand de allerkleinste deeltjes eten, de voedingsstoffen, op in je bloed. Zo kom je aan de energie, vitamines en andere bouwstenen die je lichaam nodig heeft. Om te fietsen, te gimmen, huiswerk te maken. Kortom, om te leven. Nu de meeste voedingsstoffen zijn opgenomen, is er van de boterhammenbrei alleen een waterige vloeistof over, met voedselresten die niet te verteren zijn. Stap 5. Je dikke darm neemt de allerlaatste voedingsstoffen en zouten op. En water, zodat er stevige poep overblijft en geen waterige diarree. Stap 6. Je poep wordt opgeslagen in je endeldarm. Als je voelt dat je moet, dan zit je endeldarm vol. Dan poep je de ontlasting uit door je anus. En hoe lang duurt dat verteren nou? Zoals je gezien hebt, ongeveer een dag.